Slaap jij in zo'n hele grote Feyenoord? Nee, ik begin ook niet te zeiken, man. Je moet je rug. Godverdomme. Jij had tegen mij iets anders gezegd, Smeerlap. Wat dan? Dan gaan we over Johan ging je iets zeggen, Smeerlap. Nou, pak je weer mij eruit? Nee, ik heb Johan ook gehad. Nou, dan is goed dan. Ja, nee, ik heb ze allemaal gehad natuurlijk al. En René? En René ziet er toch patent uit? Die hebt het allemaal niet nodig. Over patent uit? Ja, loop je met een donkere bril of zo? Hij ziet er patent uit. Je hebt een grotere pens dan ik. Ah, je schijnt je uit. Wat donder slaat. Je hebt zo'n pens, man. Nee, maar die gasten gaan een maand gaan ze in trainingskampen, Lamang gaan, noem maar op. Dan gaan ze daar die wedstrijdje spelen. Die zijn teruggekomen, want Stouw Boekeres, nou, die, weet die gozer? Ceausescu? Ceausescu? Hoe heet die gozer? Die speelt. Die loopt een zeikje. Ceausescu. Die heeft ze doodgeschoten. Ja. Maar dat was Stouw Boekeres. We gaan nu. We gaan nu wel erg verder geschiedenis in. Nee, maar laat me naar uitdullen, joh, zeikje, man. Ga door. Maar toen was die club helemaal naar de Filistijnen. Dat was Wilfred of René zijn vriendje gekomen. Begonnen om een organisatie neer te zetten. En daaruit is hij gaan voetballen, Johan. En zo heb je dus die punten gepakt. Nou, begint René te lachen. Oh jee. Die nee, zag je aankomen. Hij heeft vleugel op of niet, joh? Heel gek voor jou, man. Ik word daar zo moe van. Maar wat? Van die... Ik word zo moe van ja, die... Ja, dat heb je nou al drie... Eet jij wel eens appels eigenlijk? Of... Dat zat ik me gewoon af te vragen, maar... Jij kan me mee binnen, hoor. Dus het is jouw appel, dus ik wil er ook niet aankomen. Ik leg hem op mijn kop en dan schiet ze met een paar boos eraf. Ah ja, toen ik even lappen. Eet je even appels, ja? Is het wel lekker met je vandaag? Nee, maar ik was niet de enige. Iedereen vroeg zich ik hoop toch niet dat je in een pompstation ingaat met mag ik een appeltje? Nee. Ik word gek. Dan zeggen ze dat je een homo bent. Mag ik een appeltje? Nee, dat zeg ik. Kijk, zo'n bamiappie. Ja, dat is voor kerels. Een bamiappie is voor kerels. Maar een appeltje. Ga je dan gewoon met een pompstation een appeltje kopen? Ik heb een badje gehad, joh. Oké. Badje, zeg het even. Badje, weet je bang. Maar zijn wel de aanjagers, hè, René? Hè? Ja, ik vind dat René ze iets te kort doet, hoor. Aanjagers, ja. Ik vind dat altijd aanjagers. Het zijn spelers met een over mijn lijk mentaliteit. Ja, maar dat hebben ze wel nodig op een moment. Ja. Ah joh, ik kijk toch liever naar Hazard. Ja, maar René, het is wel zo, voor die... vreselijke zwakke defensie van PSV, heb je die twee hard nodig. Dat weet ik ook wel. Ah, maar dat was er wel al de fijne. Ik zie niet dat ze wereld gespeeld hebben, maar ze hadden weer... Ah, joh, schijnt eruit, man! Plut, tegen de lamme de blinde, man! Ja, maar dat maakt niet uit. Nee, dat weet ik ook wel. Kom op, man. Lekker hè, dag wie je bent. Nee, ja. Ja, donder, stralen en top, man. Hij zit echt in jouw clubje te kleineren. Waar zijn andere oude reus? Ja. Wat gaan we donderdag doen met Feyenoord? Ja, ik denk dat je schrijf een kans hebt. God, ik heb ze nou gisteren weer gezien, even een uurtje. Je zat even Koeman te kijken weer. Koeman Krasnodar, daar zit je even te kijken. Heb je die thuis? Ik ben gestopt met 1-1. Nee, computertje. Maar hebben ze gewonnen? Kun je zo doorschakelen op je tv? Gewonnen van Maar nou, jij vindt Donk beter als de Vrije Matthijssen Martensindi? Ja, maar kijk, in São Paulo loopt nog een goede linksback. Misschien kunnen we die ook Hollander maken. Waar in São Paulo? Nee, maar ik weet het niet. Ja, in São Paulo! Het is nog een Braziliaan, die gozer, man. Ja, hij heeft een Nederlandse vrouw, want die is de enige die lange slurf kan hebben. Die Braziliaantjes, die hebben daar geen zin in natuurlijk, hè? Nee, maar dan moet je als je zegt van... Maar wie wordt kampioen dan in Spanje? Wie? Ja, wie de kampioen wordt in Spanje? Niet zeggen, je hebt niks mee te maken. Oh. Houd maar lekker ik denk nog dan. Steeds, nee, helemaal. Ik denk, het gaat toch alweer om dezelfde twee. Ja, nee, dat snap ik ook nog wel, maar... Barcelona wordt kampioen. We zitten anderhalf uur voor in de auto. Ja. Het gaat om dezelfde twee. Ja, dat weet ik ook wel. Ja. Ja, het is jammer dat Valencia puntjes vonden, want die speelde echt ook goed. Ja. Nou,
Nou, fijn om te weten. Ja, dat vond ik ook. Ja, Johan, echt een keer voor je bakjes, man. Ik hoor het je nog zeggen, volgens mij heb ik ze allemaal goed. Jan, hoe is het met je? Ach, groot. Ja, je ziet er al een tijdje Jan bij, is maar... maandag jarig, wordt hij 65. 65? Groot feest, dat wordt Polonaise hier. Ah, donderdag. Ja. 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 Lopen zijn. En speciaal en voor dan de... moet je een heel feestelijk Jaco-truitje aan doen maandag. Oh, Jan. Oh, Jan. Heel erg gek voor jullie, man. Ja. Nee, maar ga je nog iets speciaals doen, Jan? Neem je bitterballen mee of zo? Wat is het? Nee, wij zorgen van voor die toverballen wat, mee. Wij zorgen voor wat lekkers en iets wat uit de taart springt. Ja. Ja. Ja, dat was lekker. Ja. Dat begint dus uit al, hè? Nee, maar ik zou me gewoon afvragen, is dat mode of zo in België? Dit, of? Deze Belgische wegenwacht. Ik word strontziek van jullie. Maar, wat is dit dan? Is dat, of... Ja, die is groen. Ja, dat is groen volgens mij, of niet? Fluoriserend. Ja. Ah, joh. Heb je ook een sponsor nu of zo? Wat is dat? Dat is schitterend, hè? Is dat je kledingsponsor of zo? Ja, jullie krijgen alle voor niks. Nee. Ja, joh, rot toch op. Nee, betalen voor. Ja. Als ze betalen dan voor... Nee. Oeh, ik moet kopen. Maar word jij ervoor betaald om dit ding aan te trekken, of niet? Natuurlijk. Ja, nee, heb ik gekocht, Wilfred. Die heb je gekocht, deze? Ja. Maar dat Jaco hangt niet in de winkels. Oh, nee? Nee, op de markt. Jan, je ziet het, je kan opeens weer alles hebben. Hè? Het is zo fijn als je er wat aan doet. Ik wist niet eens dat ze Jaco-vestjes hadden. Ja, tuurlijk. We hebben van alles, jongen. Maar ik heb ze wel moeten kopen. Is het een retro-stijl, hè? Of is het gewoon een oud model? Is er geen retro? Het is retro. Retro-stijl. Hij pleurt dat nog een keer op, joh. Ja. Je hebt altijd... Dat militaire vestje heb je al 6 weken aan. Nee, is weer een andere. Hij is weer een andere. Ik heb er niks van overgebleven, hoop ik. Nee? Nee. Dus, ze heeft het nooit gezien. Hiertoe... Ik heb het nooit gezien. Geen gezicht. Oh. Welkom. Is weer vandaag. Is weer mijn dag hier, meneer. Dat is alles. Beste kabouters. Nou weet je niet meer. Nou ja. Gek voor jou, jongen. Begin weer niet, hè? Dan toch nog liever vierde man. www.vi.nl/tv